Hartstikke welkom allemaal. Wij gaan vandaag weer fijn Bijbel lezen. Jurk is erbij, Michael is erbij. En we pakken hem op, denk ik, een of twee versen terug dan waar we vorige keer gebleven zijn. We pakken hem op bij Genesis hoofdstuk 9 en dan vers 12. Dat is een mooi beginnetje van de alinea in de Slachterbijbel. Maar voordat we gaan beginnen, eerst hartelijk welkom Michael en Jurk. En jullie mogen even hallo zeggen. Hallo. Hallo, hallo Perry, dag lieve luisteraars. Alweer een keer hier voor de Bijbellezing en doet nu in het boek van Genesis. Ik doe lezingen van Genesis in Engels, van de muziek en Genesis in Duits. En nu maak ik ook Nederlandse Bijbellezingen van Genesis. Ik zie overal, ik zie everywhere, ik zie Genesis. En ja, daarom moet ik nu mijn broeder vragen, de Jörg aus België. Want die heeft de juiste vertaling van Genesis in Engels. Dus hartelijk welkom, Jörg. Dank u. De vertaling van Genesis in Engels. Ja, Genesis is een Engels woord. Het staat voor het begin. In den beginnen. Ja, dat is waarvoor Genesis staat. En ja, je ziet het overal aan het beginnen. Dan heb je nog lange wegen af te leggen. Dat hebben we overigens allemaal. Want de weg op deze aarde die wij afleggen is alleen maar een test om te zien of dat we waardig zijn voor eeuwig leven. Of dat wij daadwerkelijk slim genoeg zijn, wil ik nog niet eens zelf zeggen. Maar of dat we waardig genoeg zijn om Jezus Christus en zijn enige offer te accepteren dat hij gebracht heeft. Iets wat aangekondigd is in Genesis kapitel 3, waar we al lang geleden een keer over gesproken hebben. Nu zitten we dus in Genesis 9. We hebben juist de vloed achter de rug. Ja? Die mensen komen uit de ark, de dieren komen uit de ark en God gaat met die mensen een verbond sluiten. Ja? En ik ga dat eventjes in Engels kan voorlezen. En dat zijn twee versen, versen 12 en 13, waar geschreven staat in de Engelse, wondervolle Koning James Bijbel van 1611. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my bow in the cloud. And it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Yes. En in het Nederlands. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden. En tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Dan op zijn Duits. Klinkt het? Ja. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Ich finde das heel interessante Versen. Gar ist eine keer naar de. Naar de Nederlandse. Ja. Statenvertaling. Danke. Mhm. Und das ist ja ein Studie, die wir voornamelijk in Nederlands willen gaan doen. Dus ich lese es in Engels, dann in Nederlands, dann in Duits. Und bespreken doen wir es over het algemene Nederlands, hoop ik. Als we daar iets over willen bespreken, hebben we dat verleden keer al gedaan, maar er zijn altijd zo dingen die vallen nu de tweede keer meer op als de eerste keer, zo is dat bij mij tenminste. Het staat hier geschreven, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden en tussen alle levende ziel. Dus God maakt deze verbond met alle levende zielen. Dat wil zeggen, ook de dieren. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, dat God hier de dieren mee insluit. Dat is iets waar wij ons ook een beetje meer van zouden bewust moeten zijn, dat de dieren van God even geliefd en beschermd zijn als levende zielen, gelijk de mensen. Ja? Zo komt het tenminste zo over als ik dat hier lees. Ja? God wil niet dat een mens kwaad geschiet, maar hij wil ook niet dat een dier kwaad geschiet. Ja. En dat zou geen verband sluiten met alle levende zielen waar de dieren inbegrepen zijn. De planten overigens niet. Want planten hebben geen levende ziel. Planten leven niet.
Da sind verschiedene Beweise vor in der Bibel. Ich habe nicht den Sinn, um die alle mal abzurateln, aber jeder macht das eine Kehr rüstig selbst ganz studieren. Oft ist es eine Kehr in den Kommentar von diesem Video und hier beischreibe von, oh, der Verstark nie können dann die Kira legen, als du bliebst. Dann soll ich das sicher graag tun, zusammen mit Perry und Michael, die hetzelfde Begriff davon haben, Bibels, als ich das habe. Aber das ist ein Verbund, die hier gesloten wird mit alle lebende Seele. Und dann sagt er in Vers 13, mein Buch, das der Regenbuch ist von wie? Ist die von uns, um damit zu tun, was wir denken, was wir damit wollen tun, oder ist die von der Herr? Ja. Volgens mij ist die von der Herr. Ich habe ihm gegeben in de Wolken. Da war wir sowieso nie hin können. Ja, da können wir nicht hier in fliegen, aber wir können da nie sein, da boven. Diese Buch soll sein tot ein Teken des Verbunds zwischen mij und zwischen der Erde. Und das ist das Mooie, was dann kommt in Vers 14. Waar het geschreven staat, en het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dus wie brengt de wolken op de aarde? De mens of de Heer? Mm-hmm. Het staat duidelijk geschreven. Wie het weer maakt, ja? Wie wolken maakt, wie wind maakt, wie de zon laat schijnen. Dat is allemaal door de Heer. Ja? En de zon ist allein mal gelegt der Wolke und dem Buch ein Mittel, das Gott gebraucht. Nichts, um sich vor näher zu beugen, nichts, um anzubieten auf anzubitten. Ja? Mhm. Das sind gewohnt Mittel, die er gebraucht, um uns Dinge deutlich zu machen. Mein Buch habe ich gegeben in der Wolke. Da will ich sagen, das ist Gottes Buch. Und dass ich als Mensch diese Buch missbrauche für mein Doeleinde, dann tue ich an Blasphemie. Ja. Dann tue ich an Gottes Lastering. Ja, und welke Bewegung kennen wir auf dem Augenblick hier auf dieser Erde, die so gottslasterig bezig ist, dass das Missbräuchen von der Buch nochmal das kleinste von hun Laster ist? Mhm. Der sogenannte Gender Agenda. Gender ist auch so ein sehr heel schön, mooi Wort, ja? Sarkasme, ja, so ein heel schön, mooi Wort, um ein alt Wort in den Achtergrund zu drücken. In Engels, als je schwanger bent, dann wird je heel vaak gefragt, what's the sex of the baby? Mhm. The sex, ja, das ist het Geschlecht. Da wird nicht gefragt, what gender is it? Mhm. Ja, dus er wird gefragt, was ist het Geschlecht von the baby? Nicht gender. Als wij deze woorden gebruiken, die ze nieuw uitvinden om hun agenda door te drukken, dan gaan we weer die oude woorden een ganz andere betekenis gaan geven. Ik bekijk het ondertussen zo. Geslachten hebben wij twee. Hij en zij. Mannelijk en vrouwelijk. Mm-hmm. Masculin en feminin. Maar genders hebben we veel. En dat is precies hun politiek. En we mogen niet het ene met het andere mixen. In de Bijbel staat alleen geslacht. Dat woord geslacht komt vaak voor in de Bijbel. En het heeft altijd een betekenis tot man of vrouw. Gender is dan weer iets anders. Dat is, zoals in Duits zeggen, auslegungssache. Ja? Dat is een ding dat kun je uitleggen. Dat kun je zo interpreteren of dat kun je zo interpreteren. Mm-hmm. Maar als je zo dingen toelaat tot interpretatie, wat doe je dan? Dan doe je een compromis. An Kompromissen. Und außer ein Ding ist, was die Bibel nicht tut, nooit nicht tut, und Gott sicher nooit nicht tut, dann ist das Kompromissen machen. Het ist wit of het is zwart. Het ist wahr of het is lügen. Ja? Heel simpel. Het ist mein Buch, sagt der Herr. Ich habe die Buch gegeben, die ist mein, und ich tue damit, was ich will. Und ich lasse ihn tonen in die Wolken, elke Keer, als ich finde, dass ich ihn will laten sehen, dann soll ich ihn laten sehen. Ich habe noch nooit einen Menschen einen Regenbogen machen. Aber der Herr tut es alle Tage. Und auch die Regenbogen, die heeft auch keine Funktion. Hè? Die heeft keine Funktion. Die Menschen bekijken dat und sagen, oh, das ist mooi. Und elke Kind denkt, oh, kijk, ein Bogen, ist das mooi. Und boah. Ja, en graag ein Foto machen und so iets. Ja, aber die heeft keine Funktion. Ja, dus warum? Warum ontstaat die? Und ja, die Wetenschap die vertelt, dat is nu met fysiek en zo, ja, dat is zo en dat is zo. En dat,
Ja, mal, das war, habt ihr das in der Natur, dass iets da ist und da vorkommt, was keine Funktion hat? Weil er wird auf das allgemein gesagt, Michael, dass alles in der Natur ein Reden hat, eine Funktion hat. Ja, präzis. Yes? Das ist aber der Regenbogen hat das auch. Aber das ja. ist kein Reden, die man so simpel versteht. Das ist ein Reden, die sich allein openbart, als man das Wort von Rott liest. Und hier steht es geschrieben, was ja, die Funktion aber, von der Boris. Ja, ihr begreift es, als ihr weht, dass da ein Connexi ist zwischen der Regenbruch und der Sinnflut. Die Sonnenflut, ja. Die Sonnenflut, ja. Die Sonnenflut, ja. Dann begreift ihr das. Mal sonder dat. Zonder de Bijbel, daar begrijpen we dat niet. Ben je verloren. Ja. Ja. En ook als ik het eerste of tweede keer de Bijbel heb gelezen, 30 jaar geleden, 20, 25 jaar geleden, daar wist ik dat niet. Daar heb ik gedacht, ah, regenboog, ja, boog. Da denk je niet na en da praat da je niet bij stil, nee. Nee, dan denk je, oh, oké, dat is een broch en zo, oh ja, dat is mooi, ja. Maar dat heb je, ik heb gedacht, toen heb ik gedacht, oh, misschien was het deze keer dat God hem gemaakt heeft, ne? Dat was mijn verständnis, ja. Ja, das ist ja, heeft hem toen de eerste keer gemaakt, ja. Voor die mensen die hem toen zagen, die 8 mensen, ne? Ja. Ja. En dus die maakte men weer en weer en weer. Ja. En af en toe, als we een keer buiten in de tuin staan en het gras gaan bespuiten in de zomer, dan kunnen wij ook eentje zien als we dat water op een bepaalde winkel, een bepaalde hoek naar de zonlicht gaan houden. Dan kunnen we ook daar een boog zien. Die maken wij dan niet, maar die maakt nog altijd rot, hè? Ja, zeker. Ja, Perry, nu heb je een kans gemist in 5 minuten mooie discussie een keer dat beeld van de Bijbel te laten zien, maar dat lukt misschien in de toekomst nog. Onze regisseur is nog maar juist begonnen, dames en heren. Perry ja, is nog niet afgestudeerd. Ik vond het hartstikke mooi. Ik vond het echt mooi. Maar wat heb je al te zeggen over die verse 12 en 13 en misschien ook 14 daarmee bij, Perry? Ja, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Ik vond het een goede opmerking dat jij zei, of wat was dat, Michael, dat je zei, van alles in de natuur heeft een reden, alles heeft een plek. En dan de regenboog zien als een verbond tussen ons, tussen God en ons, vind ik een hele toffe uitleg. En ook jouw opmerking over het feit dat dit symbool gebruikt wordt voor zo'n vreemde agenda als dat met de seksuele geaardheid van mensen, dat je daar heel complex over moet gaan nadenken. En dat daar een regenboog bij past. Ik vind dat niet te waarderen. Hier in Arnhem is dus ook een regenboog voetgangersoversteekplaats. En ik snap er gewoon helemaal niks van. Dus ik hou daar niet van. Ik vind het ellendig. Hebt jij niet ook eens een keer verteld van een verkeerslicht waar twee mannetjes hand in hand overgaan of zoiets? Ja, precies. Dat is die oversteekplaats, ja. Ah, dat is die oversteekplaats. Je hebt nog geen zebrapad in regenbogenkleuren dan. Ja, precies. En dan hebben ze ook nog een keer bij een zebrapad. Dan staan die strepen dus zeg maar overlangs of dwars op de weg, hoe je het wil zeggen. En dan bij dat regenboog hebben ze dat ook nog die richtingen nog een keer verplaatst. Dat ik een regenboog heb die van links naar rechts gaat. Het is... Ja, een klein grapje. Ik wacht nog op dit moment waar die vertellen dat die boog die heeft de naam Eau de Cologne. Ja. Want in Köln, in Duitsland, dat is beroemd of bekend voor dat die vele homoseksuelen hebben. Daar zie je heel veel auto's rijden met die kleuren van de boog. Met de sticker op die auto. Huh? Mm-hmm. Ja. The sodomite capital of Germany, Cologne. Ja, oder Cologne. Huh? Ja. Yeah. Ja. Gut, dann gehe ich Vers 14 mal lesen in Englisch, weil ja. Das hatte ich noch nie getan. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud.
And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh. And the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. Ja, Pericard, dat meest een keer in de Nederlandse zeggen, alsjeblieft, deze versen nu. Want het is heel belangrijk dat we daar nog een keer over gaan klappen, denk ik. Ja. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welke is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees, en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Was ich heel opmerkelijk en interessant finde, ist altijd, dass in der Bibel Dinge herhaald worden. Ja. Ja, ja. En dat hebben we hier in vers 15 weer. Dat dingen die ervoor gezegd werden, nog een keer herhaald werden. Ja, hoe kun je meer... Ja, natuurlijk, wij zijn in dezelfde geest, broer. We verstaan, hebben hetzelfde verstaan hiervan. Ja. Levende ziel van alle vlees. Ja. Hoe kun je nu nog meer de nadruk leggen op dingen als het te herhalen nog een keer? Ik zeg het nog eens en nog eens en nog eens. Ja? En sommige dingen worden in de Bijbel 2 keer, 3 keer, soms zelfs nog meer keer herhaald. En dit is een wonderbaar voorbeeld, waar we dat nog een keer hebben. Waar nog een keer staat, ik zal gedenken aan mijn verbond, het werk is tussen u en tussen mij en alle levende ziel van alle vlees. Dat is hetzelfde wat in vers 12 al staat. Dat is nog niet zo lang geleden, hij heeft gezegd, hij bevestigt het nog een keer. God is zeker van zijn woord. Hij gaat het niet 2 keer zeggen omdat het vergeten is. Ten eerste keer gaat het 2 keer zeggen omdat de mens het misschien vergeten is. Hij gaat zeggen van, ik zeg u, zo is het. Zo zal ik het doen en dat betekent het. En ik zal nooit meer, dat is ook de 2e keer dat hem zegt hier, water over de hele aarde laten komen. Dat heeft hem ook al eerder gezegd in een eerdere vers hier. Yes. Het is heel belangrijk, als God die dingen 2 keren zegt, dan moet ik hier iets luisteren. Dat is de bedoeling. Dan heeft God een heel belangrijke boodschap mee te vertellen. Ja? Hij sluit een verbond tussen ons. Hij biedt ons zijn hand aan. Wij zijn gevallen creaturen. Wij zijn boos. Wij zijn slecht. Wij zijn zondenaars. Wij zijn sterfelijk. Wij zijn alles dat wat God niet is. En toch reikt hij ons de hand. En zegt, ik zal met u een verbond sluiten. Met u en alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als dat geen schoon geste is, dan weet ik het niet. Zeer schoon. Ik heb er niet veel aan toe te voegen. Jij wel, Michael? Nee, die herhaling, die, ik denk, die is heel klaar voor mij. Dus ik denk dat is ook als iedere keer, iedere keer als er een herhaling is in de Bijbel, dan is het heel belangrijk en je moet het begrijpen dat dat niet voor niks gedaan is. Dus ja, ik lees deze dingen, lees ik graag... Ja, nog een keer en nog een keer. En ik denk, oh, dat moet heel belangrijk zijn. En ik moet eten een beetje, ben een beetje blij op deze verse. Want ik hou zo van dieren. Ja, en ik denk dat is heel, heel belangrijk als je deze dingen leest en begrijpt. En dat wij ook verantwoordelijk zijn voor deze, voor deze lebewezen. Hm? Voor deze beesten. Beesten, ja. Mm-hmm. Ja. 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 Oké. Okay. En als we nu naar vers 16 gaan, dan gaan we nog een keer een herhaling lezen. Mm-hmm. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Weer hebben we een herhaling. Ja. Ja.
that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. Dus tussen vers 12 en 17 gaat het allemaal over hetzelfde. Weer en weer en weer. Maar we gaan het eerst eens een keer in Nederlands horen nu zeker, hè? Yes. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees, en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Moet er eentje verder? Even kijken. 17 had je ook gedaan, hè? Nee. Nee? Alleen 16. Ja. 15 en 16. Jij? 15 en 16. En dan mag jij, Michael. 15 ook? Ja, ja. Aha. Dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Schlo, ne? Ich habe da nicht viel Kommentar drüber. Das ist gewohnt, mooi um zu lesen und mooi um zu hören, wie Gott diese Verbund mit der Menschheit opricht, alhoewel dat wij het dus absolut nicht waard zijn. Ja. Ja, diese Bond von Gott, ja, da sieh ja mal auch, dass Gott die Person nicht angeht. Hä? Ja. Man, die sagt ja alle lebendigen Wesen auf, in Nederlands, was staat dat? Tussen mij en alle vlees dat op aarde is. Mij en alle vlees dat op aarde is, ja. Ja, das staat nicht, oh, oder diese auf diese auf diese. Es waren gewoon 8 Menschen da, auf die Art, auf dit Moment. Und die Dieren. Ja. Okay. Ja, dann gehen wir durch in Vers 18. Ne? Ich habe auch noch eine Anmerkung, aber das ist ein bisschen ja, tu mal. Beut in de Bijbel. Ja, je weet dat die römische Goddess Venus. Ja? Romeinse Goddess. Romeinse Goddess Venus, ja. Die, Aphrodite in Grieks en Venus in Romeins, ja. Ja, dat weet je van gisteren ook. Ja, daar hebben we over gehad bij een agenda, een satanische muziekagenda. En daar wordt verteld, die legende, de sage, wordt verteld dat Venus is geschapen van de water. Geschapen van de water. En haar symbool is ook een ster, ja, maar met 8 punten. Mm-hmm. Ne? En de schelp, hè? Mm-hmm, ja. Ja, ik weet niet wie dat noemt in het Nederlands. Dus schelp? Schel, ja, schel. Schelp, ja. Een mossel is wat anders. Hè? Dat zijn, ja. Miesmuschel is mossel. Ja, maar okay. Die Venus komt uit de schelp. Daar heb ik al over gelezen in Van Babylon naar Rome van Hislop jaren geleden. Dus, Dat was mij al langer bekend. Ja, en Shell heb je dan natuurlijk ook. Dat teken van die brandstofmaatschappij. Hè? Royal Dutch. Royal Shell. Dutch, yes. Ja. Ja. Om Perry daar ook eens een keer een beetje in te betrekken. Hè? Ja. Ja. We zijn zo trots op onze koningshuis. Ja. Dat was een grapje. Dat is onze koningin, hè? Die heeft daar aandelen in. Dat is haar ding samen met de familie Rothschild of zo. Dat zou wel zijn. Ja. Zo, dan ga ik een keer verder lezen in vers 18, dat we nog eens een keer een beetje wat Bijbel gedaan krijgen vandaag. And the sons of Noah that went forth of the ark were Shem, and Ham, and Japheth.
and Ham is the father of Canaan. These are the three sons of Noah, and of them was the whole earth overspread. Nu, ik heb mij niet voorbereid op deze Bijbelstudie, maar ik kan nu zeggen dat vers 18 zo wat van een vreselijke belang heeft als we de volgende kapitels gaan lezen, dat we daar dan nog een keer terug op komen. Ja. Ja? En dat gaat nog zeer interessant worden. Ja, dat denk ik ook. Oké, vers 18 op zijn Nederlands. En de zonen van... Kijk hoor. Ja, 18 heb je ook en 19. Gehad, ja, 18 en 19. En de zonen van Noach die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam is de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Auf einem anderen Platz in der Bibel steht geschrieben, dass Gott ein Blut geschaffen hat. Mhm. Dass alle Menschen gemacht sind von ein Blut. Dus aan de zogenoemde racisten, hier maar een keer ganz duidelijk de boodschap. Als een mens een iets lichtere kleur heeft, of een iets donkere kleur heeft, of een beetje anders eruit ziet en krulhaarjes heeft in plaats van glad haar of wat dan ook, dan is dat gewoon een variatie binnen één en dezelfde soort. Er is maar één ras, er is maar één bloed en dat kent verschillende soorten. Of hoe moet ik dat zeggen? Ja? Het is heel belangrijk dat we dat hier verstaan. En hier staat het nog een keer duidelijk in. Voor iedereen, ganz duidelijk. Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganze aarde overspreid. Dus we komen allemaal van deze drie mensen. Nu zijn we ofwel afkomstig van de familie van Sem. Of van de familie van Cam. Of van de familie van Jafet. Maar Sem, Cam en Jafet zijn allemaal familie van dezelfde man en vrouw, namelijk Noah en zijn vrouw, die trouwens onbekend blijft van naam, die kennen we hier niet. Dat wil zeggen dat ze niet belangrijk is. Sorry, vrouwen, leer een beetje nederigheid. Ja? Ja, dat is, vrouwen zijn in de Bijbel niet echt belangrijk, want vrouwen zijn de dienaars van de hulpen van de mannen, zo moet ik het correct zeggen. Ja, de vrouw werd geschapen als hulp voor de man. Ze heeft een niet zo belangrijke rol gelijk dat de antichrist en Satan vooral de vrouw wil toedenken. Die draait alles om en die zet de vrouw zelfs boven de man. Iets wat de Bijbel precies zegt dat de Bijbel niet wil, dat God niet wil. Ja? Heel belangrijk. Maar dus even een keer van de vrouw van Noah weg. We hebben alleen maar deze familie. We hebben Noah en zijn vrouw. En we hebben drie zonen die zij... veronderstel ik gezamenlijk hebben, want anders is het niet mij bekendgemaakt in deze Bijbel. En van deze drie zonen en hun drie vrouwen stamt iedereen op deze aarde af. Zowel de zwarte in Ethiopië, als de rode in Zuid-Amerika, als de witte in Europa, als de gele in Azië, om maar een keer iets te zeggen. Ja? Allemaal komen we daarvan af. En of dat die drie nu allemaal wit waren en alles andere daarna kwam, of een daarvan zwart was, het is zo dat we later nog zullen gaan lezen in, ik denk het volgende kapitel, of het overvolgende kapitel 11, van Nimrod. En Nimrod was een zwarte. Ja, daar zijn voldoende bewijzen daarvoor dat Nimrod een zwarte was. Dus moet ook bijvoorbeeld een van die zonen van Noach een zwarte geweest zijn. Veronderstel ik maar zo een keer. Ik zeg dat zo maar eventjes. Dus Noah heeft drie zonen en die zijn niet allemaal even wit als wij dat zijn. Ja, of Caucasus, of hoe je het ook wil gaan noemen. Hè? Je verstaat wel. Heel licht van de kleur. Ja? Ja. En dus alle mensheid die we vandaag de dag op de aarde zien, staat hier heel duidelijk geschreven, stamt hiervan af. En nog één laatste ding die ik wil zeggen, en dan laat ik aan jullie ook eens een keer een beetje over, want dat is ja niet mijn show. Ik heb in de week een Chinees vervoerd met de taxi.
En ik heb met hem eventjes een keer erover gesproken. Als hem dan, hij heeft me daar iets laten zien op zijn telefoon omwille van die adres waar ik naartoe moest. Ik zei van ja, maar die tekst, daar kan ik niet lezen. Dan zei hij van, ah ja, sorry, ik verander dat even. Dan heeft hij dat in onze gewone Latijnse schrift veranderd. Mhm. En dan kon ik het wel lezen. Ik zei van die Chinese schrifttekens ken ik er maar één. Hij zegt ja. Ik zeg ja, ik ken alleen maar dat verbod. Ik zeg van, dat is een wessel, een behoudenis. Met 8 mensen. Ah ja, zegt hij. Ik zeg, weet je waar dat vandaan komt? Nee, zegt hij. Dat is uit de Bijbel, hè? Mm-hmm. Ik zeg, en de Chinese taal is de enige taal, bij mijn weten, die een schriftteken gebruikt voor het woord schip. Dat bestaat dus uit een behoudenis en 8 mensen. Ja. Noah, zijn vrouw, Sem, Cham, Jafet en hun vrouwen. 8. Ja? Daar heb ik die mensen eens een keer een beetje zijn ogen geopend. Ja? Vond ik eens een keer interessant. Ja, leuk. Ja. Tof. Ja, ik vind het een goede opmerking van jou over die rassen. Dat het ook die discussie maar eens een keer moet ophouden. Je hebt verschillende soorten mensen. En er zijn verschillende culturen op deze wereld. En die culturen, ja, die leiden tot verschillen in gedrag en verschillen in gewoontes. En die kunnen conflicterend zijn. En daar kan je het dan over hebben. Maar wat ik dus, nou even iemand te noemen die misschien de kijkeraars ook wel kennen. Die man uit Amerika, Eric John Phelps. Die pleit er dan voor dat de rassen gescheiden worden. Want hij zegt dat God de rassen heeft gemaakt met opzet. En wij dienen dat te respecteren. En niet de rassen te gaan mengen. Dat blasfemisch is. En dat vind ik niet goed wat Eric John Phelps daarvoor staat. Ik vind het punt 1 onhaalbaar. En punt 2 strijdig met wat hier staat in Genesis 9. Ja, ich habe es auch gehört, Perry, und ich denke, hier ist ein bisschen provokativ in ein auf andere Manier. Ich habe verschiedene Radio-Aussendungen geleistet, war die Eric John Phelps was tun dabei. Und ja, ich fand ihn sehr fremd, weil ja, er ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Hier ist ein bisschen auf Deutsch so streitsüchtig, ja. Mhm. Ja. Er ist ein, was in Engels nennen, ein White Supremacist. Ja, das auch, aber ja, ich habe probiert in dit Old-Sending, die ich gehört habe, ich denke ein Jahr auf 2 geleden, auch Outsending, heeft die probiert, de Content von diese Outsending auf diese Manier zu kriegen. Ja, es war nicht von diese, auf diese Ding von der witte Rasse auf so jetzt mal, heeft wer und wer probiert, das Thema aufzubringen. Und das fand ich heel fremd von ihm. Ja, heel fremd. Ja. Eric John Phelps mag dan een goede historicus zijn. Hij is geen bijbelgelovende christen, ook al beweert hij dat van zichzelf. Eric John Phelps strijdt de vervulling van Jezus Christus, dat Jezus Christus de vervulling van de 70ste week van Daniel kapitel 9 vers 4 tot 27 is, strijdt hem vehement af. Mm. Ik heb daar zelfs audio-opnames over. Ja. Mm. Hij zegt ook, historicisme is BS. Ja? Men moet nog een vierde soort ermee bijnemen, dat is bijbelse futurisme. Dat maakt hij van historicisme. Ja? Als je het mij vraagt, en ik zeg dat gewoon zonder te veroordelen, ik zeg dat gewoon als feit, Eric John Phelps is bekend daarvoor dat hij heel hoge connecties tot de Jezuïten heeft, anders kan hij ook al dat weten niet hebben wat hij in zijn boeken schrijft. Dat mag niet duidelijk zijn voor iedereen die 1 en 1 kan samentellen. Mm-hmm. Voor mij is Eric John Phelps precies dat wat hij, Frederick Tapasosi, ja, precies. Hij is, van beschuldigd heeft. Hij is
Hey, Frederik Tapassosi, beschuldigt van den Jesuiten Koadjutator zu sein. Ja. En volgens mij is hij dat zelf. En daar zijn meer dan genoeg bewijzen die naartoe leiden. Als je ogen hebt om te zien, als je een keer een verstand hebt om logisch te denken, dan kun je daar niet omheen. Daarmee veroordeel ik die man niet. Ja? Maar hij speelt een rol. En je kunt me niet vertellen dat dat boek dat hij geschreven heeft, Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends, wat dus Wounded in the House of My Friends is een stuk uit de Bijbel. Ja. Daar gaat het namelijk over Jezus Christus. Dat is uit de Psalm genomen. Ja? Die gaat dat boek niet schrijven en met, ik weet niet hoeveel exemplaren, verkopen en op internet en alles erop en eraan gaan doen, zonder problemen te krijgen met dat insider weten wat hem daaruit haalt. En hij heeft zelf toegegeven, persoonlijk toegegeven, dat hij connecties heeft in de Jesuitenkringen waar hij zijn informatie van heeft. Als je weet dat de Jesuiten een geheime gezelschap zijn, ja, dan weet je ook dat die alleen maar informatie uitgeven. Of beter gezegd, dat die informatie die ze uitgeven, dat die goedgekeurd is van de generaal om uit te geven. Ja. Dat is gelijk Malachi Martin. Malachi Martin heeft verschillende boeken geschreven. Onder andere heeft hem geschreven dat boek The Keys of This Blood. Dat is een zeer, zeer goed boek met heel veel inzicht in de Vatican. En er zijn heel veel mensen die Malachi Martin daarom venereren als van, oh, wat een toffe man en dit en dat. En Malachi Martin was een hoge Jesuit. En als een hoge Jesuit een boek schrijft, dan doet hij dat alleen omwille van dat de goedkeuring van de generaal de Jesuiten daarover heeft. Ja, en dat is heel duidelijk geworden in de boeklezing van Heersers van het Kwaad. 1772 verschijnt het boek The Art of War van Amiot. Amiot, een Jesuit, die dat boek, de 13 artikels over de oorlog, ne, van zogezegd Sanzu uitgegeven heeft in 1772... Eén jaar voor in 1773 die Jesuiten verboden zijn. En als je de politiek van Machiavelli kent, en als je de politiek van de Jesuiten kent, dan weet je dat alles wat in The Art of War staat, niks anders is dan de strategie van oorlog voeren van de Jesuiten. En die heeft dat boek geschreven met toestemming van Lorenzo Ricci, de generaal van de Jesuiten in der Tijd, toen der Tijd. Ja. Dus historisch onderzoek is zeer belangrijk, omwille van dat als wij de juiste historie niet kennen, wij de profetieën van de Bijbel niet kunnen meten of dat ze al gebeurd zijn of niet. Dat is ons groot probleem vandaag de dag. We hebben een probleem om het boek van de openbaring, we zijn hier in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Jörg, waar zijn jullie over bezig? Ik heb nog 65 boeken te gaan voordat het daar komt. Ik weet het, maar het punt is, dat boek van de openbaring is een van de belangrijkste boeken in de ganze Bijbel. Zeker in de tijd in die wij vandaag de dag leven, in deze laatste tijden in die wij leven. Want dat boek van de openbaring heeft heel veel boodschappen voor ons, die we nu aan het leven zijn. En dat boek van de openbaring is niks anders als een boek dat vol is met profetieën. Een profetie is niks anders als geschiedenis dat op voorhand geschreven is. Namelijk in het jaar 95 of 96 na Christus heeft John, of hoe noemde die in Vlaams? Johannes, heeft dat neergepend op het eiland Patmos, dus bijna 2000 jaar geleden. Ja? Hij heeft dat allemaal geschreven. Dat heeft heel veel betekenis in die tijd in die wij vandaag de dag leven. En al die profetieën uit dat boek van de openbaring, die ondertussen afgelopen zijn, kunnen we meten aan geschiedenis. Maar als we niet het juiste geschiedenis weten, dan zien we niet hoe dat deze profetieën zich vervuld hebben in het verleden. En dan staan we daar en verstaan daar niks van. Vandaar is het boek van de openbaringen te studeren zo ongelooflijk belangrijk, dat Tom, Brett en ik, we doen ja elke week een Bijbelstudie, we hebben nu het hele complete Nieuwe Testament door op één boek na. Openbaring. Daar wilden we eigenlijk 14 dagen geleden aan beginnen, maar dan heeft Tom iets ter sprake gebracht en verleden week zijn we daarmee begonnen. Wij gaan het boek van de openbaring lezen, maar we moeten daarnaast een boek lezen waar we betrouwbaar geschiedenis daarin hebben. En dat enige boek waar wij tot nu toe allemaal verstandsmatig overeenkomen, alhoewel dat we het nog niet gelezen hebben, dat we daar betrouwbare geschiedenis hebben, is het boek Horae Apocalypticae van E.B. Eliot. E.B. Eliot is een tijdsgenoot van Henry Gretton Guinness. Die heeft dus geleefd van begin tot einde van de 19e eeuw, tot 1875. Dat is iets gevoeger als Henry Gretton Guinness is hem gestorven. En hij heeft een boek geschreven dat noemt Horae Apocalypticae. Misschien is het al een keer gehoord. Nee. De titel is Latijns, Horae Apocalypticae, wil dus zeggen de uur van de openbaring, ja, de uur van de apocalypse. Ja. Horae betekent uur
And Apocalyptica betekent dus de Apocalypse of de Openbaring. Het boek van de Openbaring wordt je ook het boek van de Apocalypse genoemd. Mm-hmm. Dus, die zijn werk is 2700 bladzijden. Wow. En dat moeten we lezen naast de Openbaring om daarvan verstand te gaan krijgen, om het te begrijpen. Want God spreekt in raadsels heel vaak. God gebruikt symbolen om dingen duidelijk te maken in zijn taal, maar daarom verstaan we die symbolen nog niet altijd. Het grote verschil met de vrijmetselaars in onze wereld in die wij leven. De vrijmetselaars in onze wereld gebruiken symbolen om hun taal te verbergen. God gebruikt symbolen om zijn taal te verduidelijken. Mm-hmm. Maar daarom verstaan we toch nog niet altijd. Ik geef maar een keer een voorbeeld. In de Bijbel staat uitgelegd dat een vrouw voor een kerk staat. Ja. Mm. In de Bijbel staat uitgelegd dat een beest staat voor een natie. Ja? Mm-hmm. Voor een koninkrijk. Ja? In de Bijbel staat uitgelegd dat de zee staat voor massa's van mensen, verschillende talen en dergelijke dingen meer. Ja? Openbaring 17 is dat bijvoorbeeld. Openbaring 17, vers 15, als ik niet mis ben. Mm-hmm. And the waters that thou sawest are multitudes and tongues, nations and multitudes of people. Zo ungefähr staat erin in de Koning James. Mm-hmm. Maar niet elke keer staat dat zo wortwörtlich daar verklaard. Of het staat in een heel ander kapitel en moet dan een keer hier toegepast worden. Dus dat maakt de Bijbel soms tot een moeilijk woord om, moeilijk boek om te studeren. Maar God heeft geen geheimen voor ons. Hij legt ze ons, maar het is aan ons om ze uit te zoeken. En dat probleem waar ik nu in feite op neer wil is, dat zo mensen als Eric John Phelps zoveel historie gaan vertellen, die misschien wel waar is, maar dat dan weer met een foute Bijbelprofetie verbinden. En op die manier mensen misleiden. En dat is het gevaarlijke aan zo mensen gelijk Eric John Phelps. En daarom staat in de Bijbel geschreven, volg geen mens. Laat u niet van mensen misleiden. Ja? See that no man deceive you. God bedriegt u niet, maar de mensen bedriegen u wel. En wij houden veel te veel rekening met de leer van de mens om ons te laten leiden om God te verstaan. Dat kunnen we alleen maar door onszelf. En wij proberen nu met de lezing van dat boek van E.B. Eliot, Ore Apocalypticae, om dat samen met het boek van de Openbaringen te lezen en op die manier te verstaan en elke profetie te kunnen meten aan daadwerkelijk geschiedenis. En dat is ons probleem in deze maatschappij in die we vandaag de dag leven, waar onze geschiedenis vervalst is door de Jesuiten. Ja? Sinds het einde van de 16e eeuw. Ja, je had ook eens een keer dat beeld van de Bijbel kunnen inblenden ondertussen, Perry. Nee, ik vind nog steeds die teksten veel mooier. Ja, oké. Wat had ik nu gezegd? Dat de Jesuiten de geschiedenis vervalsen sinds het eind van de 16e eeuw. Ja, ze zijn in 1540 zijn ze in werking gekomen. En hun werk over het vervalsen van de education, dus die opleiding van mensen, Ratio Studiorum, hun schrijven daarover, is in 1599 verschenen, maar wees er maar zeker van, die hebben er al veel vroeger dat toegepast en geweten, dat boek kwam dan misschien zelfs uit. En dat is ook iets, als je die geschiedenis van de Jesuiten een beetje studeert, dan ga je leren, over elke plaats waar ze naartoe komen, daar gaan ze altijd direct naar de top. Dat is hun politiek begint van boven naar beneden. Nooit van grassroots, zoals Jesus Christus met zijn 12 volgers was. Ja? Mm-hmm. Een grassroots-beweging. Nee, altijd van de top. Ze gaan eerst naar de koningen, ze etableren zich daar en ze doen dat heel makkelijk omwille van dat ze, ja, via het geloof direct aan de hoogste plaatsen komen. Ne? Ze komen direct via de bischoppen en via de kardinalen en zo in de allerhoogste plaatsen. En ze nemen van daar die universiteiten over. Doordat ze direct de plaats van de rector bezetten. Ja? De directeur van deze en deze universiteit is nu ineens een jesuit. Ja. Dat begint niet van, ze beginnen eens een keer met een leraar daar te zetten en die werken zich de carrière-ladder omhoog en nemen dan ooit een keer over. Nee, bij de Jesuiten is het juist omgekeerd. Ja? En daarom gaat bij hun alles zo snel.
En zij zorgen ervoor dat we geen juist geschiedenis meer kennen. En als we geen juist geschiedenis meer kennen, dan kunnen we de profetieën van de Bijbel niet aan dat geschiedenis meten wat wij geleerd krijgen. En dan staan we dus daar en zeggen van, oh, de Bijbel is niet juist. De Bijbel heeft geen gelijk. God heeft geen gelijk. Het zal dus allemaal niet waar zijn. We moeten dus naar iets anders gaan kijken. Mm-hmm. En dat is de politiek van mensen ook, sorry om te zeggen, als Eric John Phelps. Ja, ik geloof je wel. Het gaat er niet over om mij te geloven. Het gaat erover om uw eigen onderzoek aan te stellen en zelf tot die conclusie te komen. Ik zei al, de uitspraken van Eric John Phelps over dat racistische gebeuren, ik stel dat niet op prijs. Ik vind dat niet bevorderlijk. Ik vind niet dat je dat soort dingen moet zeggen. En zeker niet vanuit zo'n autoriteitspositie die hij zichzelf verworven heeft met al die kennis over de geschiedenis. Dat je vanuit die positie dat ook nog een keer gaat zeggen. Dat vind ik niet oké. Dus ik ben blij dat jullie dat met me eens zijn. Dat jullie er ook wat over zeggen. En dat jullie ook zo je twijfels hebben bij die persoon op dat terrein. Los van het feit dat ik ongetwijfeld... Nou, ik heb natuurlijk veel opgestoken door Eric John Phelps. En hij weet een hele hoop. Ik heb daar ook veel van geleerd. Ja. Ik heb daar ook veel van geleerd. Dat wil ik niet zeggen. Maar niet in verband met de Bijbel. Ik heb daar redelijk wat geschiedenisconnecties uit geleerd. Ik heb geleerd welke Jesuiten achter welke aanslagen stonden en dergelijke dingen meer. Ja. Ik heb daaruit geleerd welke politicus door welke Jesuiten geleid zijn. Ja? Wie bij wijze van spreken de handler, zoals ze dat noemen, ja? De persoon die hem handelt van Obama en sowas. Ja? Ja. En zo dingen. Dat zijn allemaal dingen, dat leer je van Eric John Phelps. En dat is interessant. Ja. Dat is interessant, maar dat is alleen maar... Sorry dat ik het moet zeggen, hè? Dat is leer uit de wereld. Ja. Dat is niks geestigs. Nee. En als het over het geestige gaat, dan gaat hij zeggen dat Jezus Christus de 70ste week van Daniël niet vervuld heeft. Ja. En ik heb het, sorry, ik heb dat audiostuk op mijn computer. Ik kan het bewijzen, hè? Hij heeft het gezegd. Het duurt een paar minuten, ik kan het afspelen als je dat wilt. Ik kan het jou sturen, je kunt het hierin doen. Iedereen kan het horen. Hij zegt dat. Hij beweert dat. En daarmee is hij dus een futurist. Ja. En dus geen wat wij noemen historicist. Ja? Nee, nee. Ja, we hebben de drie manieren om de Bijbel te interpreteren. Je hebt het preterisme, je hebt het historicisme en je hebt het futurisme. Het preterisme is van Antichrist en alles ligt in het verleden. Dat was Antiochus... ken ik zijn naam daar even niet, die een Jood die varkens heeft laten offeren in de tempel in de tijd. Of het was een van de Romeinse Caesaren, Nero, Caligula, who dan ever. Dat is allemaal gebeurd, moet er niks van aantrekken. De andere leer, en dat is de leer dus van Alcazar, Louis Alcazar van 1614, de andere leer van 1590 is van Francisco Ribera, dat is allemaal in de toekomst, daar moet je niet naar kijken, de antichrist is een persoon die komt 7 jaar voor Jezus Christus terugkomt en dan gaat hem een contract sluiten en na 3,5 jaar gaat hem die contract breken, dus hij interpreteert Daniel 9, 24 tot 27 op een antichristelijke manier, waar, als je de Bijbel leest, daar alleen maar van Jezus Christus gesproken wordt en niet van een antichrist. En dan heb je dus nog historicisme, dat is dus dat op basis van geschiedenis de Bijbelprofetie wil uitleggen. Dat is waar wij mee bezig zijn in de studie van openbaring. En dat is dat hoe dat wij altijd dat moeten gaan verstaan. En als je een echte geschiedenis hebt, dan kun je heel veel profetieën, ik denk ondertussen zijn meer dan 3000 profetieën van de Bijbel gebeurd, in de werkelijkheid omgezet. Als je echt geschiedenis kent, dan kun je dat ook daaraan meten. Mm-hmm. En dan weet je dat de Bijbel juist is, dat ze correct is, dat de Bijbel waar is en dat God de waarheid spreekt. Dat hij hem de waarheid spreekt als hem zegt, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is en dat hem nooit meer de aarde zal overvloeden met water. Ja? Yes. Ja, belangrijke punt. En dat wat ik juist wilde aanhalen, die punt, die komt hier al in de volgende versen. Ik weet niet of we vandaag nog zo ver gaan komen. Probeer maar een stukje. Ja, we hebben dus gelezen tot vers 19. Dus nu gaan we dan vers 20 lezen. And Noah began to be an husbandman and he planted a vineyard.
and he drank of the wine and was drunken and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. Drie Versen heb ik nu gelesen, ne? Ja. Van 20 tot 22. Okay. Aber dat is nu aan jullie even. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van dien wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. En Cham, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid en hij gaf het zijn beide broederen daarbuiten te kennen. Noah aber wurde ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Ja. Nö, warum, ja. Ist dat, warum ist das so ein interessantes Stückchen in der Bibel, was wir nu gaan lesen? Ten eerste vind ik de vertaling van het Engelse woord husbandman, ja, in vers 20, te vertalen naar een akkerman, of zoals we vandaag daar in plat Nederland zouden zeggen, een boer, ja, oder een bauer in Deutsch, een farmer in Engels, dat woord husbandman. Alhoewel dat wij dat woord husband normaal gezien kennen van husband and wife. Ja. Es ist interessant, um hier eine Kehr so ein Alt-Engels-Wort eine Kehr zu sehen und dann zu sehen, wie das vertalt wird und was das in der ursprünglich gerade bedoelt. Husband and wife. Ja. Als du das gern traue, genau, die klär you husband and wife, als du sage, ja, mal manches, als wir dann zurückgehen nach Beginn von het Buch von Genesis, da haben wir doch. Da hebben we toch bijvoorbeeld Genesis kapitel 3, na de val van de mens, waar de mens verplicht wordt in het zweet van zijn aangezicht de aarde te bewerken. Aha. Ja? Dat verklaart toch opeens waarom dat, dat hier een husbandman is. Ja, en ook Noah, als u in het Engelse Wikipedia, Engelse dictionary kijkt, dan is husband van de master of a house, householder. Dus dat is de huis. Dat is de heer van de huis. Hm? Dat denk ik zo. Ja, ik ga eens even kijken in Webster's Dictionary. Dat is daar leidinggevend voor. Webster's Dictionary van 1828, husbandman, zegt: this is a noun, a farmer, a cultivator or tiller of the ground. Tiller of the ground, dat zijn exacte woorden die we in Genesis, ik denk kapitel 3 lezen, na de val. To till the ground. Ja? One who labors in tillage. In America, women generally own the land on which they labor. Niet meer vandaag dus. The proprietor of a farm is also a laborer or husbandman. But the word includes the lessee and the owner. And he is the master of a family. But in die betekenis is het woord niet in gebruik in de Verenigde Staten van Amerika. Ja? Je hebt daar dat dictionary. Dat is misschien een keer interessant. Ik zal u een keer die link gaan sturen hier. Dat je dat misschien ook mee kunt verlinken in die video. Dat mensen dat eens een keer kunnen gaan nalezen. Webster's Dictionary is absoluut een fantastische bron als je vragen hebt over woorden die in de Bijbel staan. Want dan zijn er zoveel mensen van, Jörg, wat lees jij de koning James van 1611? Dat is zo oud Engels, dat verstaat toch geen mens? Ja, dan neem daar een woordenboek bij, dat verstaat het, de vriend, dan wordt dat uitgelegd. Hè? Ja. Wat je een keer moet gaan doen, voor plezier, ik zeg dat maar een keer zo, tot volgende keer kunnen we een keer zeggen welke resultaten je gekregen hebt. Tik dan maar een keer dat woord dinosaur in. Want? Ja, Ferry, weet je niet wat dan gebeurt? Nee, niet zo 1, 2, 3 dat ik dat uit mijn hoofd weet, nee. Ik weet doe het eens een keer, doe het eens een keer. Hier, op het scherm, je hebt die link. Klik dan een keer op. Doe dat eens een keer, live op de televisie nu.
Kriegt da mal eine Kirche. Webster's Dictionary. So, dann geht das oben und dann geht er in die Suchmaschine boven Dinosaur enticken. Nee, nee, Dinosaur, das Beast. Das schreibt er mit I. Dinosaurus, hä? Dinosaur. Dinosaur. Dino. Und dann Sauer. Sauer, hä? So. Das ist das englische Wort für Dinosaurus, hä? Ja, einfach will das sagen. Nee, einfach will nicht. Ah, warum steht dann das Wort Dinosaurus nie in einem Wörterbuch von 1828? Omdat dat woord pas 1841 uitgevonden werd. Oh. Tip maar dat woord dragon. Aha. Ja, precies. Maar dat ken ik natuurlijk. Dat is een draak. A kind of winged serpent, much celebrated in the romances of the Middle Ages. In den Nibelungen. Unter anderem. And on the point 4 start, in scripture, dragon seems sometimes to signify a large marine fish or serpent. Isaiah 27:1, where the Leviathan is also mentioned, also Psalms. En het gaat ook over behemoths. Het boek in Job komt hem voor. Ja? Behemoth is hoe dat een dinosaurus in de Bijbel beschreven wordt. Maar dat woord dinosaurus bestond toen niet. Dat is pas een uitvinding van 1841. En dat is maar 17 jaar voor Darwin met zijn boek over The Origin of Species afkwam. Ja. Yeah. Zou dat nu toeval zijn dat dat woord nog maar juist daarvoor uitgevonden werd? Grappig. Ja, dat is een leuke, goede toevoeging. Ja, ik dacht dat is misschien een leuke afsluiting voordat we volgende keer een paar andere dingen daarmee ingaan. Ja. Want we moeten hier met Noah gaan we nog een paar zeer interessante dingen gaan zien. En ook een paar dingen gaan zien waar we ook nog een beetje een studie van moeten gaan maken. Ja. Ach, dies war das für. Warum ist mein King James hier weg in eine Kehr? Want wat nu kommt in de volgende Versen, ich soll hier eben just eine Kehr overlopen. Ja, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. We hebben vandaag niet de tijd om deze vers te ontleden, gelijk dat de moed. Maar Michael heeft dat met mij al in Duits een keer gedaan, als wij met Victor Bijbelstudie gedaan hebben. En we hebben die betekenis van deze zin compleet Bijbels opengelegd. En daarvoor moeten we ook nog in een ander boek van de Bijbel gaan. En moeten die teksten met elkaar vergelijken. En dan gaan we pas verstaan wat dat wil zeggen. Dat hem... The father of Canaan saw the nakedness of his father and told his two brethren without. En dus, zal ik maar zeggen, voor wat mij aangaat, hou ik deze Bijbelstudie hier voor voldaan voor vandaag met deze vers. En we gaan daar zeker volgende keer op in en gaan u een keer vers 22. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. Wat dat betekent, daar gaan we volgende keer in. En ik hoop dat jullie zich een beetje geamuseerd hebben. En vooral dat je wat geleerd hebt hier bij deze studie. En dat je ook voor jezelf de Bijbel verder gaat lezen en verder gaat studeren. En dan laat ik het met heel veel plezier over aan mijn twee broers die met mij deze Bijbelstudie gedaan hebben. Ja, bedankt. Nou, het woord is in jou. Dankjewel, Jörg. Het woord is in jou, Michael. Ja, bedankt. Bedankt voor het lezen, Jörg. En bedankt voor die uitzending, Perry. En ik hoop ook dat die luisteraars daar tevreden zijn van vandaag. Ik vond het een heel mooie lezing. En ik denk dat wij een heel goede team nou intussen zijn. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik ben ook reus in mijn nopjes. En... een mooie cliffhanger gaan we afscheid nemen. Dat Noach geheel beschonken in zijn tent ligt. En hoe die drie zonen van hem daarmee omgaan. En hoe dat verschillend is. En ik denk dat we daar dan volgende keer meer over gaan horen. En
tot de volgende keer. Dan hoop ik dat jullie er ook weer bij zijn. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En dag lieve Bijbellezers.